Nee, nou vandaag kijken we eens eventjes in Midsland. Nam eens aan. Stoep. En ga wel de kant naar boven. Er staat nog genoeg te koop. Het wapen. Polderhuis. Wordt druk geklust aan het terras van Pura Vida. Bij de Waddenziek zijn ze ook aan het schilderen. Jammer, nou die fiets toch een lekker band. Als je dan een fiets huurt, hoef je maar te bellen, hè? Dan komen ze al een nieuwe brengen. Tieltje. Ringetje eraf. Band eraf. De binnenband. Een tiltje erin. Bond naar op. Meestal hoor je nog echt sissen. Ja. Hier zit het lekje. Pak je schuurpapiertje. Van opschuren. Vet vrij wordt. Een beetje solutie op, een bandenplaklijm, best wel genoeg, smeer het lekker uit, goed uitsmeren, en dan moeten we wachten totdat je hem niet meer voelt. Top je er weer goed op. Duurt wel even. We hebben mooi even tijd om de buitenband na te voelen of er iets scherps in zit. Ja.
voel niks. Dan kan je ook altijd nog even kijken naar het velglint. Velglint ziet hier ook nog oké uit. Nou, dan kan er een plakkertje op als hij droog is. Je kan ook goed zien waar het gaatje zit. Of een klein wit puntje. Om daar. Nog even wachten. Niet te veel aankomen. Ik denk dat hij nu op kan. Laat je de band weer leeglopen. Voor het plakkertje erop gaat. En van deze plakkertjes. Een beetje grotere. Ja, dat van het cellofaantje af. Plak je op het gaatje zonder dat je aan het plakkertje komt. Goed aandrukken. En blijft er als een plasticje op zitten. En een plasticje dat moet eigenlijk niet mee de band in. En er is een maniertje voor om dat eraf te krijgen. En ik weet niet of dat lukt bij deze, maar als ik hem dan zo dubbel vouw, dan wil hij wel eens breken. In het midden. Nou, deze die wil dat niet. Voorzichtig hem zo afhalen. Hup. Nou, zo is hij in principe goed geplakt. Dan kan hij weer terug in de band. Eerst het ringetje eronder. Die draai ik nog niet helemaal aan. Duwt hij er even op met een klein beetje lucht. Een klein beetje lucht in de buitenband. Zodat hij de vorm mooi heeft. En zo. In de band. En laat je de lucht er weer uitlopen. Want anders krijg je de buitenband er heel slecht omheen. En dan druk je hem zo met je vingers. Heen. Soms gaat hij hier wat moeilijk, dan moet je hem hier even ventiel even goed indrukken. En dan past hij er mooi omheen. Kijk even dat hij er goed omheen zit. Nou, het ventieltje aan. Even heen en weer bewegen, dat hij niet tussen de velg en de band zit. Komt de band op. Zo. Dopje erop. Ringetje aandraaien. Alles weer mooi in een doosje. Rommel meenemen. En dan kunnen we weer door voor de volgende fietstop. Ik zou zo zeggen, heb je nog niet geabonneerd, doe dat even hier, hieronder in het schermpje. En tot morgen.